François, een bittere teleurstelling vanavond, denk ik. Ja, enorm. En zij begon heel goed, vond ik. Vond jij dat ook? Ja, vonden wij ook. Ja, inderdaad. Goed begonnen aan de wedstrijd. Een aantal kansen gecreëerd, een aantal grote kansen gecreëerd. De grootste was denk ik voor Jonathan Okita. 1-1 met de keeper, die besluit om te loppen in plaats van eromheen te gaan. Die valt op de lat. Ja, de eerste beste bal op doel, die gaat erin. Ik denk dat wij moesten gewoon 3 punten halen. Ze hadden gewoon 3 kansen, 3 keer scoren. En dan ga je wedstrijden verliezen. Ja, en dan een paar minuten later die tweede. Was een omschakelmoment, had ik het idee, dat Kuipers heel ver naar voren stond. Ja, dat was een moment van druk zetten, waar zij onderuit voetballen. Nou, kwamen we op 1 of 2 plekken net te laat. De manier van druk zetten op zich was prima. Jozef Kvida moest door op Efmofides. Die draait weg. Jozef glijdt volgens mij een klein beetje uit. Ja, waardoor hij net even de tijd en de ruimte krijgt om die bal erachter te leggen. Op een diepgaande kip. Ja, dan was de tweede bal op goal en die gaat erin. Ja, dan moet je een 2-0 achterstand goed maken. En dan zie je op een gegeven moment ook wel dat het een klein beetje in de kopjes gaat zitten. Hè. Het publiek begint een beetje te morren. Terwijl eigenlijk die wedstrijd, ja, er was eigenlijk niet zoveel aan de hand. En dan zie je ook toch een beetje dat jongens voor veiligheid kiezen. Veel breed en terug. Dus toen werd het wat zenuwachtiger, laat ik het zo zeggen. Ja, zeker. Maar ook 2 goals, 2 domme goals tegen. Ja, ze hadden de eerste hele 2 kansen, ze scoren 2 keer. Dan is het wel moeilijk. Wij komen om 2-2 en dan gelijk 3-2 tegen. Zag jij wat gebeurde bij die tegengoals? Ja, die eerste Tissus, keeper Matthijs Brandhuis, zie die bal niet goed en was ook een beetje zwabber. Dus dat is wel moeilijk om te keepen. Tweede was gewoon een goede loopactie en ook goed afgemaakt. Dus mooie goals, maar wij moeten gewoon een betere positie spelen. En ook als je staat compact, dan gaan ze niet zo tussen linie spelen. En die derde is gewoon op mijn rug. Valt Tommy Overtoom nog uit? Dan breng je Van Lanschoot en natuurlijk een hele andere type voetballer. Hoe wilde je dat oplossen? Ja, kijk, je staat achter. Dus je wil een middenvelder voor een middenvelder brengen. Maar je wil wel een aanvallende middenvelder brengen. Nou, dat is Jellet. Dus eigenlijk op dezelfde positie een iets ander type speler. Maar wel ook met diepgang. Nou, dat zag je wel. Dat Jellet dat wel aardig deed ook. Ja, precies. Wij hebben gezegd dat wij willen gewoon hoge druk zetten. Maar niet altijd. En dit moment, wij hebben volgens mij slecht gekozen. En daarom kwam die tussen de linies, die lange pas en 0-2. Maak je 2-2. Schitterende kopbal. Ja, dankjewel. Maar goal voor niks eigenlijk. Ja, want wat gebeurde daar? Want Verheid, je bent hem 1 keer kwijt. Je ziet hem de hele wedstrijd niet. Ja, precies. Ik dacht hij gaat weer de helft. En toen ik zag die bal op eerste paal komen. En hij kopt die best wel goed binnen. Omdat ik was daar nog met mijn been. En hij tikt die wel goed binnen. Ja, dan kom je op 1-2. Dan op 2-2. En een paar minuten later hangt die 2-3 er weer in. Ja, ik denk nog niet eens een paar minuten. Ik denk een minuut later. Ja. Ik denk ook een beetje onvolwassenheid. Ik denk die bal heel matig weggewerkt wordt. Die bal valt ergens bij ons, volgens mij achterin. Die wordt slecht weggewerkt tot een ingooi. Ja, en de ingooi wordt uiteindelijk een voorzet en wordt een doelpunt. Ja, dan moet je er weer achteraan. Nou, we hebben daarin alles nog gedaan met wissels om aanvallend te wisselen. Met Okita nog in de spits, met Randy Wolters nog bij om voorzetten te spelen. We hebben nog een aantal kansen uit gehad. Smits pakt ook een paar geweldige ballen, de keeper van hun. Ja, uiteindelijk geef je ook ruimte weg en dan krijgen zij nog een bal op de paal. Maar voor de rest, ik denk dat zij in totaal 4 keer op goal geschoten hebben en 3 goals gemaakt. Nou, toen ging jij nog als spits spelen, was wel rijkelijk laat, vond ik. Ja, we hadden afgesproken dat wij gaan gewoon met z'n 3 achterin spelen. En die laatste minuten moeten wij gewoon naar voren spelen. En toen ik kwam in die spits en nog goede kopballen van mij gepakt, dus dat is wel jammer. Ben je dan natuurlijk zwaar teleurgesteld, maar zie je dan wel verbeteringen in het veldspel? Dat was een beetje met ups en downs. Hè. De tweede helft was natuurlijk veel beter, maar dat heeft ook een beetje met een tegenstander te maken. Maar nu overheerst wel vooral teleurstelling. En vooral het vervelende dat je in de eerste helft gewoon geen 1 of 2-0 maakt. Want dan moeten zij gaan komen, is die wedstrijd anders. Alleen ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar het staat 0-2. En dan moet je keihard aan de bak om 2-2 te maken. Ja, uiteindelijk hebben we dat geweldig gedaan. Nog 20 minuten te gaan na de 2-2. Dus we hadden wel het idee van, nou, we laten het zo staan en proberen daar voor de 3-2 te gaan. Ja, wat jij zegt, dan valt die 3-2 zo snel. Dan moet je er weer minimaal 1 maken. En wat zij ruimte gaan krijgen. Zij maken die wedstrijd een beetje dood. Hè. Ze gaan wat tijd rekken. Zo'n goed recht, hè. Die positie zitten wij. Dus wat dat betreft overheerst wel de teleurstelling. Nu nog 1 wedstrijd, alles op alles. Ja, we moeten weer morgen richting vrijdag en moeten gewoon winnen. Ja, want hoe verklaar jij het dat NEC nu ineens 3 keer achter elkaar verliest? Ja, tuurlijk is wel moeilijk. Maar wij zijn NEC en wij gaan gewoon
vrijdag winnen en dan na winterstop gewoon knallen. Oké, bedankt voor je tijd en succes. Dankjewel. Ja, nog één keer naar Eindhoven. Wij moeten gewoon zorgen dat we punten gaan halen. We willen op die ranglijst gewoon meedoen voor de play-offs. Ik heb de uitslagen nog niet gezien. En uiteindelijk moeten we ook een beetje het geluk gaan zoeken. Uiteindelijk moeten we niet zeggen, ja, we hadden dit, we hadden dat. Dat is ook nu, dat is wel een analyse van de wedstrijd, zo is het wel geweest. Ja, uiteindelijk moet je in de afwerking misschien daar wat dodelijker zijn, wat zakelijker zijn en die trekken over willen halen. En uiteindelijk, ja, er gaan wat ballen in waarvan je denkt van, nou, die hadden niet gehoeven. Dat is natuurlijk altijd, maar ja, goed, de eerste grote goal gaat dwars door het midden, die gaat erin. Ja, dus dat is heel vervelend, maar uiteindelijk, ja, weet je, je wint als team, we hebben een goede serie gehad, je verliest als team nu. En nu moeten we onze rug rechten en een uitwedstrijd bij Eindhoven, wat de vorige jaren volgens mij ook een hele lastige was voor NEC. Ah, die moeten we gewoon proberen te winnen. En zo simpel is het. Ja, niks anders. Hey, bedankt voor je heldere analyse. Dankjewel, succes.